pakt die wind ook mee, die stroming. Hè? Oh. Ja, je kan het best zo blijven staan, denk ik toch. Wel bijdraaien weer. Zal ik je wat zeggen, Dennis? Het is geen zeel. Nee, dat denk ik niet. Nee. Kijk, hij zit helemaal daar. Ik zie je lijn daar. Ja. Oh god. En in het begin was hij heel rustig, blijf je gewoon op. Ga eens even kijken hier zo. Ik zie hem zwemmen hier. Even kijken wat het is. Pas op hoor, want hij gaat helemaal de hoek in hier. Kijk maar, daar zit hij. Kolk. Draaien. Kijk, hier gaat de lijn. Oeh, hij zit helemaal daar. Hou hem even centraal in het midden inderdaad, want niet dat hij tegen die kant aankomt. Klopt, nu is hij recht achter je. Ja, nu is hij recht achter je, dat klopt. Maar hij zit aan de andere kant, kijk maar. Kijk, je lijn lopen daar. Kijk, hij gaat proberen naar die rieten te gaan. Ik probeer nog die kant op te kijken, maar ja, het is een behoorlijke vis, denk ik. Het is een engel dicht en dit is de zeeltengel, hè? Nou ja. Een orvis 9 voet voor het 6-7 lijn. We hebben wel drummel de laatste tijd met dikke kapers. Kijk, die engel. Beetje bij beetje. Ja, dat probeer ik. Een beetje op de hengel. Zoveel om de hengel. Oh, die weer gehad. Kijk. Het is een goede vis, denk ik. Dat was er weer eentje. Ja. In de hoek. Oh, dat is weer een goede vis, hoor, dit. Kijk, hij zit helemaal aan de andere kant. Kijk, zie je lijn hier weer gaan. Die golf daar, kijk hem kopen dan. Ja, daar zit hij nu. Nee. Ja, jawel. Echt waar. Ja, daar zit hij. Hij zit zeker al een meter of 10, ja, 15 meter achter de brug nu. Echt waar. Ja, ik zie hem zwemmen gewoon. Hij is gewoon, hij zit nu ongeveer, hij gaat halverwege de sloot. Ja, hij blijft. Ja, halverwege de sloot. Ik zou wel proberen te draaien, want. Oei. Moet jij die hengels even overnemen? Nee. En dan proberen te draaien. Dat gaat je niet lukken. Dit is een chauffeur van Middel. Ik weet er alles van. Hè, dus, dit gaat. Ja, dat is hetzelfde verhaal een beetje. Kijk, ja. Probeer hem te blokken. Ja, die zal wel. Kijk eens hoe ver die zit. Oh god. Ik weet niet. Kijk, hij gaat helemaal naar de kant op. Kijk die golf daar. Kijk die golf. Kan hier niet onder die brug ook komen, hè? Nee, dit. Dat is wel een probleem. Hoe ga je dat doen? Misschien heb je die graskarp gedaan. 1 meter. Ja, nou, dat kan. Het enige wat je doet, is kan recht houden. Sterk, jongen. Ja.
Kijk, hij zit nou aan die kant. Hij zit nu aan die kant. Oh, hij gaat nu weer naar het midden. Ja. Maar hij probeert wel de kant op te zoeken hoor, daar. En het was weer zo simpel aan, een beetje net als die twee rijstvormen. Ja. Pak je dat... Voor die rijstvoortje, wat denk je, pak je de grootste keuken? Ja. Dat enkel wormpje. Ja. Ja, die laatste, die dikke die ik ving, die ving ik ook op één mespiertje. Precies, ja. Dus, volgens mij niet. Heb ik net 5, 6 meter binnen gekomen. Ja, het is een water. Het is een sterke vis. Ik dacht echt dat het een zeil was. Hij vocht niet zo hard in het begin. In de eerste minuut was het heel rustig draaien en toen wilde ik wilde hem in het wijd hebben. Ja. Dat is jammer. Ja. Ik doe het een. Zitten met een zeildingeltje, 9 voetje, ik denk dat je hem een 6 lijntje. Hij zit nu echt op, bijna op die hoek daar nu. Ja, ik denk, je moet toch proberen te gaan poppen, want het zal wel moeten. Anders krijg je hem niet terug, joh. Nee, hij mag niet omdoen. Nee. Als je hem echt goed correct gehaakt hebt, dan is het echt een grote vis, man. Want een karpetje van een pondje of 10 komt wel mee, weet je. Het is gewoon een vis van ik denk, ver boven de 20 pond dan. Denk ik. Oei. Dat is echt een probleem. Je hebt een probleem, hoor. Hij krijgt hem nooit meer op zo'n afstand weg. Dat moet toch wel een keer. Ik zou dan toch proberen even je slip wat zwaarder te zetten en dan weer het bij te draaien. Ja, als hij echt gaat, dan moet je hem laten gaan, maar probeer het te trekken toch nu. Want anders blijft hij meters nemen, denk ik. Hopen dat hij draait, dat hij in één keer denkt van ik ga de andere kant op. Ja. Ja, dan weet je een beetje wat ik met die duiker had. Ik snap ook wel sommige karpenfietsen naar de sportschool gaan. Ja, dan ga je nog op zo'n zielig snoekbaasje vissen. Ja. Ja, hij komt wel weer een beetje mee, dus... Laten we hopen dat hij nu draait een beetje. Het is iets dichterbij, maar hij zit nog steeds in de achterkant. Ja, ik denk het voorlopig niet te gaan. Je bent ik denk 9 minuten aan het drillen of zoiets. Nee, meer dan 10 minuten al. Ver boven de 10 minuten nu zit. Wat wil? Oh, ik heb die hele.
zou toch graskarpen zijn? Ja, 66. Ja. Maar ja, op zo'n licht hengel wel. Of het is echt een 25 pond bosvis. Ja, maar die had je wel. Maar ik bedoel een vis van 60, 70 centimeter had je nu wel getrild. Dit is een veel grotere vis, denk ik. Maar mijn hengel die is misschien vergelijkbaar met die van jou. Die is vergelijkbaar. Ja, dus ik denk dat het... Ja, pakt gewoon bij jou echt een brute. Je moet kijken hoe die hengel. Hij zit in de hoek. Ja. Ja. Hij is nu helemaal recht. Nu zie je in het midden ongeveer. Gaat hij weer? Het zou kunnen, ja. Ja, dan is hij niet te sturen natuurlijk. Ik vandaag al zo'n dikke vis. Ja, nu is het dikke vis. Beetje op zeeltvissen. Nou, er komt alles boven behalve zeelt. Ik dacht, weet je, om die vissen zweven, dat ik ruisvoertjes moet. Er zitten zo'n ruisvoertjes. Ja, maar die karpen, kijk, het is heel ondiep daar, hè. Oh, rustig, rustig, rustig. Jee. Zolang hij niks raakt of zo, hè, onder die dingen, dan kan hij gaan wat hij wil. Maar... Oh, die vis is echt sterk, zeg. Zeelt of karper? Ja, denk ik karper. En die boegwolf te zien net, die hengel die stond te stuiteren. Ja, dat is karper. Oh, behoorlijk ook. Ken je die film, we need a bigger boat, we need a bigger schep net? Nou, dat gaat prima joh. Die gaat er wel in. Het is geen monster, man. Ah, mooie vis. Had met een lijn slap gegooid de spiegel of? Zo? Ja, hij komt wel makkelijk mee. Nee, mag jou de eer. Ja, een mooie vis. Misschien even dat matje uitleggen. Mooi vis. Oeh, dan ook nog op dat hele korte licht hengel. Nou, de hoofdlijn is 20. Krap vis, hoor. Ja, het is behoorlijk een vis. Krap vis. Jezus. Zo wacht. Ja, als het eenmaal wil, dan... Ik zat al een tijdje te voeren. Het is een keer gebeuren. Ik ben net gaan verplaatsen eigenlijk. Ik ga toch een andere plek even zoeken. Nou, dan ga je toch. We gaan Waar had je gevoerd? Ja, daar, die kant daar. Ik denk, nou, gaan uit mijn lijn slappen, mooi. Boegwolf daar zo. Ja. Hij lag helemaal slap. Hij was gewoon vol gas deze kant op gezwommen. Ja. Hij is zelf wel gehaakt. Nee, die zit goed gehaakt. Ik heb nou zo'n mini method genomen van 20 gram. Oké. Een kleintje. We hebben hem nog niet echt gezien, hè? Ja, ik heb hem wel gezien. Wat is het? Een schub? Ja, schub. Ja, behoorlijk hoor, hè? Ja. Kijk naar de 65, 70. Ja, dat ding is wel een grootje. Ja? Oh, moet ik mijn schep net pakken? Ja, dat gaat wel. Hij past wel, maar...
Het is wel een dikke vis. Hè? Het is een dikke vis hoor. Dikke vis. Het is vol kaart zo te zien. Jezus. Kijk wat een rug erop hangt. Kijk er. Oh. Oh, hij wandelt met die pal. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Ah, hier. Hij wandelt met die pal. Die gaat slaan. Oh, er zit een tak hier. Die gaat slalommen. Huh? Die gaat slalommen. Zo, hé. Ja, dit is een grote vis hoor. Dat is een mooie vis hoor. Schip net, pak ik 2 minuten. Een minuut heb ik hem. Ja, mag hoor. Ik zal hem even pakken, Mark. Want het is... Oh, zo. Hij past nu in de gaten. Hij heeft heel vast. Kijk, hij gaat naar die tak. Ja, je moet hem even tegensturen. Jezus. Weer zo'n grote vis. Ik kwam ook wel heel erg makkelijk mee in het begin. Ja, hè? Ja. Ik dacht even dat het een zeeld was. Ja, dat dacht ik ook. Nou, die boeggolf te zien niet. Nee, oké, op een gegeven moment. Maar wat een zeeld komt niet zo snel omhoog. Kijk, hij gaat nou gewoon de sloot in. Nou, heb ik niks meer te zeggen. Niks in te brengen. Nee, die gaat hier gewoon. Kijk, hij zwemt gewoon tegen me. Hij heeft nu pas in de gaten dat hij echt vast zit. Dat hij gehaakt is. Ja, maar hij heeft wel heel veel kuit. Dus of het is een fruitje. Maar ik denk dat in mijn voordeel is. Ja. Mooie. Dit was een mooie donkere vis. Hier ligt de tak ook allemaal. Hè? Ja, overal. Van die boom hier, van die overhangende boom. Ik denk dat hij door dat kuiten toch iets slomer is. Rustig terug. Hey Mart, dat heb ik altijd met Marcel, als ik dan met hem begin, ik kom net eerste 2 uur kom ik niet naar vissen toe. Het is wel maar altijd. Het is altijd hetzelfde, ja. Ik kom nooit naar vissen toe. Ik had het niet zo in één keer verwacht, want ik zat toch al echt wel een tijdje te vissen.